Het hoogste jeugdvoetbalelftal van voetbalclub Dioza Niftrik uit Balgooi ging dit weekend tot het uiterste. Ze haalden duizenden euro's op door 9 uur aan eengesloten wedstrijden te spelen. Het geld dat werd ingezameld is bestemd voor verzorgingshuizen in de regio. Hoe is het met de conditie? Ja, bij mij is iets minder dan bij de rest. Ga je het volhouden? Ja hoor, ik heb genoeg pauze ga ik nemen. Genoeg pauze, er moet wel gewerkt worden, hè? Er wordt zeker gewerkt, joh. Met het eerste uur al kapot. Hoe is het met de conditie? Niet heel best is de laatste tijd. Hoe kan dat? Ja, veel frituur. De McDonald's die kickt er wel hard in. We voetballen vandaag 9 uur achter elkaar. En het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de verzorgingstehuis in de buurt. Jullie zijn het enige damesteam dat tegen die pikkels gaat voetballen. Ja, wij gaan natuurlijk minimaal winnen. Ze zijn al een beetje moe, denk ik. Wij zijn hartstikke fit. Doen jullie toch wel een beetje zachtjes aan met die jongens? Ze doen het voor het goede doel, hè? Klein beetje. Moet ze wel heel houden natuurlijk, hè? Okay, maar daarnaast gewoon de beuk erin, hè? Inderdaad. Het is toch niet de bedoeling dat jullie ingemaakt gaan worden door de dames? Nee, dat is niet de bedoeling. We gaan er vol voor. Is dit wel verantwoord, 9 uur lang voetballen? Ja, ik denk dat dit wel veranderd is. We hebben namelijk een grote groep, 17 jongens. Dus ze kunnen onderling goed doorwisselen. Hoe zijn die dames? Ja, het is toch iets minder. Okay. Hoe is het met de conditie? Ja, u hoort mij misschien al hijgen. Hebben jullie ze toch wel een beetje ingemaakt? Klein beetje wel. Spelers van Dioza stellen zich ten doel om tenminste 7500 euro op te halen voor verzorgingshuizen in Wijchen, Graven en Malden. Dankzij meer dan 300 donaties stopte de teller zondag op ruim 6000.